Doe heeft zich vandaag met ruim 11.000 leden geregistreerd voor de verkiezingen van 25 mei aanstaande. We gaan voor de regeermacht. Wij denken dat we nu klaar zijn om deel uit te maken van de regering, om het beleid nog meer te beïnvloeden en nog meer voor onze Surinaamse samenleving te betekenen. Dus we gaan voor de regeermacht en we gaan dus voor het uiterste. Voor regeermacht. Betekent dit dat er een samenwerking op komst is? Na de verkiezingen moeten we samenwerken, maar nu gaan we alleen de verkiezingen in. En dan zien we hoeveel we eruit halen om verder te gaan richting het samenstellen van de regering. We gaan alle zwevende kiezers als doel gaan we laten landen in het doeldomein. Op hoeveel zetels mikken jullie dit keer? We gaan voor het maximale, maar doel is eigenlijk gewoon ook 51 zetels waard. Maar natuurlijk moeten we realistisch blijven, maar we gaan zeker 4, 5, 6. Als het goed zit, moeten we ook 10 kunnen halen. Waar gaan jullie mee doen? Dat wordt nog heel binnenkort op 31 maart besloten tijdens ons algemeen partijcongres. Er zijn zeker gedegen, goede, potentiële mensen die de partij heeft die op de lijst geplaatst zullen worden. Anil Kunj Bihari is blind. Hij is voor Doe de DNA-kandidaat in Wanica. Als je kijkt naar de situatie voor mensen met een beperking, dan moet ik zeggen dat deze doelgroep heel erg achtergesteld is. Als we kijken naar de afgelopen 5 jaren, dan heeft Doe-partij de doelgroep niet in de steek gelaten. En daarom heb ik me ook aangesloten bij Doe. Doe Bongi! Men kijkt dus niet naar de beperking, maar men kijkt wel wat je allemaal kan. En op grond daarvan waarschijnlijk heeft men mij ook gekandidateerd voor de DNA. Doe Bongi!